Dit zwaard van kabeljauw, een replica, heeft toebehoord aan geuzenleider Jacob Kabeljauw. Hij was, net als vele soldaten van de prins, een edelman die als geus vocht tegen de Spanjaarden. Op 16 juli werd hij met zijn geuzenleger toegelaten tot Alkmaar. Hij had de leiding over 800 geuzen en 1200 mannen die de stad verdedigden met hulp van vrouwen en kinderen die daartoe in staat waren. Maar hij realiseerde zich al snel dat hulp van buitenaf onmisbaar was. Daarom vroeg hij gouverneur Diederik van Zernooy de stad te ontzetten, onder meer door omliggend gebied onder water te zetten. De hulp op een briefje, verstopt volgens de verhalen in de polsstok van Maarten van der Meij, bereikte uiteindelijk de gouverneur en na veel getouwtrek werd aan het verzoek voldaan. Lang heeft Kabeljauw niet kunnen genieten van zijn ereswaard. Want vermoeid door de strijd overleed hij een paar maanden na de victorie in het Hoge Huis, waar later op diezelfde plek opnieuw een gebouw werd neergezet onder diezelfde naam.